Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe video. In de video van vandaag ga ik aan jullie laten zien wat in mijn everyday tasje ligt. Dat is mijn make-up tas waarin ik eigenlijk mijn dagelijks make-up bewaar. Ik heb het bewust niet opgeruimd. Jullie zien eigenlijk hoe het er op dit moment eruit ziet. Maar het lijkt me leuk om met jullie te delen welk product ik gebruik voor soort van om elke dag een leuke verzorgde look te creëren. Vooral snelle look. Dus het zijn allemaal makkelijk producten. Zijn jullie benieuwd naar deze video? Blijf dan zeker even kijken. Zo, goede hoek zo. Wat ik eigenlijk altijd 's ochtends doe, ik maak me eigenlijk meestal gewoon beneden op. Ik heb niet 's ochtends alle luxe en alle tijd van de wereld om het gewoon aan mijn mooie make-up tafel te doen. Dus ik doe het gewoon aan de ontbijttafel eigenlijk. Dus wat ik het handigste vond, is om een soort van om één make-up tas te hebben waar ik al mijn zooi in kwijt kan. En dan heb ik voor de zekerheid ook mijn spiegeltje mee. Nou, voor de zekerheid moet ik natuurlijk gewoon wat kunnen zien. En that's it. Vroeger had ik 2 losse bakken, maar ik vond het wel handig om gewoon 1 zo'n tas te hebben. En die gaat niet dicht, want die zit te vol. Maar dat is, ja, het is de bedoeling ook dat die dingen bij elkaar houdt en niet zozeer dat ik hem mee kan nemen of wat dan ook. Deze tas trouwens, ik vind deze echt super leuk. En deze is gewoon van de C&A. Die heb ik ooit een keertje online gezien. En die heb ik besteld. En daar zitten al mijn vieze kwasten trouwens in. Dus daar gaan we vooral niet over hebben. Maar het bevat gewoon alles. Het houdt alles en er past alles. En ja, nogmaals, het ziet er misschien niet uit. Maar het is echt super handig. En ik ben er echt ontzettend blij mee. En het is gewoon lekker zacht. Zo'n lekker zacht stofje ziet er ook gewoon chic uit. Dus ik ben echt helemaal blij met deze. En mijn spiegeltje, dat is gewoon een hele oude wat dat betreft. Dat is echt, die heb ik al jaren. Volgens mij was het een keer van een Xenos. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik elke dag gebruik. Dus laten we er vooral samen naar kijken. Het zit propvol. Dat wil ik er meteen bij vermelden. Nogmaals, mijn kwasten die moeten een keer gewassen worden. Maar ja, daar gaan we het even niet over hebben. Ik begin denk ik hier, want dit is een soort van mijn main, hoe noem je dat? Daar, hier begin ik ook altijd mee. Als ik me opmaak. En hier zit van alles in wat zeg maar zo'n soort, een beetje zonvorm heeft. Er zitten mijn oogschaduwprimer in en ook die van Urban Decay. Er zitten wenkbrauwproducten in, deze van Tarte. En ik heb deze van Maybelline. Er zitten wat eyeliners en die gebruik ik ook af en toe. Deze van L'Oreal en nog een oude, nou ja, nog deze potlood inderdaad. Nog een potlood, een zwarte potlood. Nog deze oude bruine eyeliner. En er zitten van die mini mascara's nog tussen. Een gewone mascara, die past er niet in, deze van Tarte. En er zitten een aantal concealers in. Ik heb nog deze oude concealer van Elf. En nou, die is echt oud. Maar goed, die gebruik ik nog af en toe wel. Want er zit nog heel veel in. Zolang die mijn huid niet irriteert, blijf ik hem gebruiken. En nog deze van Bare Minerals. Die gebruik ik nog steeds heel regelmatig. Deze nieuwe van zo'n K-beauty merk. En er zit nog zo'n mini van NARS. En nog een wenkbrauwgel. Dus kortom, allemaal van dit soort dingen. Dan gaan we hier een beetje aan de zijkant. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar ja, hier aan de zijkant zitten dus dit soort oogschaduws. Deze van Catrice. Eigenlijk een soort van lichte oogschaduws. Glanzende, glimmende, hele lichte oogschaduws. Voor het geval dat ik het, ik gebruik het niet dagelijks hoor, maar voor het geval dat ik het nodig heb, zit het er wel in. En dan zit hier achter nog een lipolie van Elf. En nog een lipproduct van Fenty. Die hoort er eigenlijk in. Dus dat is in ieder geval dit. Dan gaan we, oh, hoe ga ik dit doen? Dan gaan we gewoon naar het grote gedeelte. Hier zit mijn half kapotte beauty blender van The Real Techniques. Hij is nog steeds een beetje vochtig, want die heb ik vanochtend ook geraakt. Maar goed, dat is gewoon deze. Dan mijn poeder van Beauty Bakery. Deze gebruik ik op dit moment. Mijn setting spray van Milk Makeup. Die vind ik ontzettend fijn en die gaat ook aardig wel snel op. Deze hebben jullie natuurlijk in een van de laatste video's uitgebreid kunnen zien. Mijn Elf Hello Glow Liquid Filter. Echt, I love deze. Dus die gebruik ik nu ook regelmatig. En deze komt ook uit dezelfde video. Deze van Tarte. Echt, ik moet jullie zeggen. Oké, even een soort van recap van die laatste video. Deze samen met deze, dat werd een beetje een, ik merkte gewoon dat mijn make-up heel snel eraf gleed. Maar deze in combinatie met gewoon normale primer eronder, echt top. Die houdt het gewoon de hele dag vol op mijn huid. Dus wat ik nu gebruik, ik gebruik gewoon los van elkaar. Dus deze gebruik ik bijvoorbeeld met een iets mattere foundation of gewoon alleen maar met poeder. Als een soort van, ja, overall glow. Dus ja, deze apart van elkaar is echt super. Dit is trouwens de primer die ik dan eventueel gebruik. Deze is een mini van Rare Beauty.
Dat is hun soort glow primer. Dat is prima voor maatje. Wat dat betreft, ik gebruik eigenlijk niet altijd een primer. Oké, wat hebben we hier? Echt heel veel gezichtsproducten wat dat betreft. Ik hou ervan. Ik heb deze nog. Die heb ik echt al super lang. Maar dus de Dermablend van Vichy. Echt een super, super, super fijne foundation. Ik heb er jaren geleden volgens mij ook al over zitten raven. En ik heb hem dus nog steeds. Want je hebt er echt maar een heel klein beetje nodig. En dit is gewoon in de wat donkerder kleur. Dus ja, gewoon verkleuring op de huid en zo. Daarvoor gebruik ik hem eigenlijk. Dus niet echt een foundation, maar meer als soort van dekkende concealer. Dan heb ik nog deze. Ja, van Juice Beauty. En dat is een soort van stemcellular CC cream. Ik vind de geur hiervan best wel heftig. En wat hij doet voor mijn huid vind ik ook niet top. Dus ik gebruik hem af en toe. En ik heb hem voor het geval dat. Maar eigenlijk, ja, sinds ik deze, zeg maar, eigenlijk deze twee. Ja, misschien moet ik hem ook gaan uit mijn everyday bakje halen. Nou, ik weet niet, ik vind het dan zonde om het dan helemaal niet te gebruiken. Maar goed. Dus ja, dit was niet per se de beste aankoop ever. Maar ik gebruik hem af en toe. Dan hebben we hier, ja, echt al die nieuwe Tarte en Elf producten. Deze ook natuurlijk. Dat is echt zo'n topper. Zo'n exposed. Oh, I love deze. Is een soort blush. Deze twee natuurlijk. De Patty producten van Elf. De Patty bronzer. De Patty blush. Echt, ik hou van deze. Die zijn gewoon zo makkelijk voor 's ochtends. Dan heb ik nog mijn wimperkrullen zitten natuurlijk ook in. Ja, en deze. Ik hou hier echt. Ik hou zo van deze. Dat is de Jelly Pop highlighter van Elf. Die vind ik ook super. En deze blush van Laura Mercier. Dat is hun tinted moisturizer blush. Echt, die is zo bizar mooi. En ik hou gewoon van deze. Ik gebruik deze eigenlijk best wel vaak als ik wat opvallende blush nodig heb. Dit is echt best wel erg. Kijk dan. Dit zit er toch. Nou ja. Ik moet dit even fixen straks. Dat is ook een zo'n sparkly oogschaduw van NARS. Maar deze. Het is echt iets niet goed gegaan. Nee, je ziet het. Het is gewoon real life. Dat is mijn soort van highlighter van Colourpop nog. Churros. Die is echt een vette pen erin. Maar ik gebruik deze als soort van blush bronzer achtig idee. Omdat hij natuurlijk als highlight veel te donker is. Maar ik hou van deze kleur. Ah, ik weet al wat er mis is gegaan. Ja, het was ook niet zo handig om deze gewoon er zo middenin te doen. Dan hebben we deze. Mijn Elf bronzer. Ik hou van deze. Deze gebruik ik eigenlijk voor als ik zeg maar iets meer brons op mijn gezicht wil hebben. Dan heb ik ook wat oogschaduwpaletjes. En deze. Deze had ik laatst ook gezien. Ik moet zeggen, de kwaliteit van deze is echt niet zo heel denderig. Maar goed, het is wel heel makkelijk voor elke dag. Maar mijn NARS palettes, ik heb ze al veel te lang. En ik merk dat ik ze gewoon niet kan wegleggen. En zeker deze. Ja, dit is gewoon zo makkelijk voor elke dag. Dat zijn ze. Dat is mijn Wanted paletten. Echt, dit is gewoon, dit blijft mijn all-time favorite. En de shimmers en zo. En die matte kleuren, super fijn. En dan deze ook met hele warme kleuren. De kwaliteit van deze vind ik wel iets minder trouwens dan van deze. Maar goed, ik gebruik hem alsnog wel heel graag. Het zijn gewoon van de hele draagbare kleuren. Wat hebben we hier nog? Oh ja, deze heb ik ook nog hier. Dat was die highlighter slash oranje blush. Die moet ik eigenlijk nog steeds. Ik heb die sinds de video eigenlijk helemaal niet meer gebruikt. Maar misschien moet ik dat alsnog doen. En dan als laatste, voordat ik dus de tas ga schoonmaken straks, heb ik deze twee kwasten. Ik gebruik deze kleine kwast eigenlijk vooral om alles af te poederen. Die gebruik ik echt voor het poeder voor als ik mijn spons niet gebruik. Dan vind ik dit wel heel makkelijk. En deze gebruik ik als, ja, voor blush en bronzer. Eigenlijk vooral voor bronzer in dit geval. Voor die Elf bronzer. En dit is het eigenlijk. Even een klein intermezzo. Het is namelijk een dag later. En ik dacht, ik ga jullie even laten zien hoe mijn tas eruit ziet. Omdat ik natuurlijk alles heb uitgehaald voor deze video. Als het iets meer opgeruimd is. Het is echt. Dat was een soortje. En ik heb mijn kwast eindelijk gewassen. Dus dit is, ja, ik weet niet of het er veel beter uitziet. Maar voor mijn gevoel zit er iets meer structuur in. Ik heb er ook een aantal dingen uitgehaald. Waarvan ik dus in de video had gezegd, ja, dat eigenlijk zouden ze eruit moeten. Maar goed, de rest zit er nog een beetje in. En ik wil dan jullie even laten zien trouwens, nu mijn kwasten eindelijk gewassen zijn. Deze heb ik net gebruikt, dus vandaar dat die een beetje vies is. Maar goed, hoe zeg maar welke kwast ik gebruik. Maar ik gebruik eigenlijk alle kwasten die hierin zitten. Alleen, mijn motto is een beetje er genoeg kwasten in hebben, zodat ik zeg maar niet elke dag en zelfs niet elke week dat hoef te wassen. Want dan gebruik ik gewoon alle kwasten tot ze niet meer kunnen. Tot ze echt te vies zijn. En nou ja, goed. Dan heb ik geen keuze meer. Dan moet ik ze wassen.
Maar goed, ik heb hier dus twee van die, van die elastiek, van die zakjes, zeg maar. En hier, ik kan beter hier beginnen. Hier heb ik eigenlijk al mijn blending kwasten. Echt, ik hou van blending kwasten. Wacht even, deze hoort hierin. Dus dit zijn al mijn blending kwasten, echt. En ik kan gewoon niet zonder. Dus dat zijn deze. En hier zitten in feite alle andere kwasten. Dat zijn met name van die platte kwastjes, van die precisie kwastjes. Gewoon alles wat eigenlijk geen blending kwast is. Dus dat is een beetje hoe dit georganiseerd is. Dus. En voor de rest, ja, voor mijn doen is dit dus iets beter opgeruimd. Maar het geeft in ieder geval iets meer overzicht. Ik zit nu echt helemaal onder smurrie, onder de CC Cream blijkbaar. Maar goed, maakt niet uit. Dit is een beetje de werkelijkheid van elke dag. Jullie denken misschien wat een chaos en hoe hou je overzicht. Maar er zit in ieder geval alles in wat ik gewoon elke dag graag wil gebruiken. Het zijn hele makkelijke producten. Ik hoef daarbij niet heel lang na te denken van hoe moet ik het gebruiken of welke kleuren combineren of whatever. Het zijn gewoon echt super fijne producten en ik ben er echt heel erg blij mee. Dus dat was het. Dat was deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zo ja, vergeet niet het duimpje omhoog. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je hieronder doen. Als een notificatiebeltje aanzet, dan word je geïnformeerd wanneer ik weer geüpload heb. Als het goed is ben ik er volgende week zondag om 8 uur weer. En dan hoop ik dat je weer gaat kijken. Tot dan. Doei.